Hi, welkom terug bij een nieuwe unboxing van Gamersnet.nl. Mijn naam is Tom en dit is een Loot Gaming Box Kreet. En ja, je ziet het al meteen, normaal zijn ze iets meer langwerpig en nu is het weer gewoon zo'n kubus. Dus wat gaat het worden? Waar kunnen we het straks invouwen? We gaan het allemaal ontdekken. Kom lekker mee, dit is zoals ik, tenminste als ik het goed heb gecheckt, gaat het hier om het maartthema. Dus dat is ook alweer even geleden. Ja, dat klopt mensen, dat gebeurt altijd zo dat hij wat later verschijnt. We moeten altijd even dubbelchecken van welke het nou is, omdat we een maand achterlopen. Dus dit is niet het aankomende, aanstormende ding. Nee, dit is eigenlijk eentje van een maandje terug en dat is het thema Future Tech. En wil je weten wat er allemaal in de Loot Gaming dingen verschijnt, dan moet je natuurlijk altijd op tijd op gamersnet.nl checken, want wij verklappen het allemaal. En oh mijn god, ik zie het nu al, de doos is een Loot Crate. Maar dan van Overwatch. Supermooi gedaan. Tada! Nou ja, dan zul je hem straks om kunnen vouwen en dan is het precies zo eentje die je openmaakt. Als je in Overwatch leveltje omhoog bent gegaan. Anyway, het thema is Future Tech, dus kan eigenlijk van alles zijn. Hè? Alles is futuristische tech tegenwoordig in games en films. En daarom zien we dan ook dit fantastisch Injustice 2 shirt. Wat trouwens wel helemaal in thema is met de comics zo te zien. Want dit is toch echt die... wiens interpretatie van Batman is dit? Het is Batman, volgens mij Superman daar op de achtergrond. Of Robin, die dood is. En Harley Quinn. Best wel netjes. Natuurlijk voor Injustice 2, die binnenkort gaat verschijnen. Wauw. Mortal Kombat, maar dan met DC helden. We gaan door. We hebben een Halo Loot Crate screenshots. En dit ziet er al fantastisch uit. Dit had ik niet verwacht. Dit is eigenlijk iets meer voor die official Halo crate, de Halo Legendary crate die ze een tijd lang gedaan hebben. Maar toch leuk dat ze dat nou ook meenemen naar de normale Loot Gaming crates. We gaan hem even eruit halen. Ben ik toch wel benieuwd. Het ziet er wel best wel high-end uit. Halo stijl. Oh, oké, de basis valt er onderuit. Woeps. Maar kijk nou toch eens even naar deze best wel high-res vertolkingen van Spartans. Dit is toch best wel chic. En ja, dan moet ik wel ook even, haal ik deze eruit en haal ik nu ook zo de basis eruit. Want ik geloof dat ze, kijk, ze hebben natuurlijk van die pootjes dat je erin kunt zetten. Dus dat gaan we nu ontdekken. Want deze viel dus net uit mijn handen. Jee, dat kan gebeuren. Je bent het inmiddels van ons wel gewend. Loot Crate, unboxings, het is altijd super chaotisch. Oké, zo of precies andersom? Dat deze, nee, ik denk dat deze hierin moet, maar hij blijft wel staan. Oké, dan is het goed. En dan hier ook nog een keer. Oh, deze moet dan zo natuurlijk. Dat is altijd goed. En dan heb je hier dit schouwspel met Spartans. Ik moet zeggen, soms zijn figurines een beetje te klein. Dat je denkt van als ik me zo op mijn bureau neerzet, dan ben ik ze kwijt. Ik vind deze wel lekker fors. En nu is het dus ook zo dat je hier dus een verzameleditie van hebt. Want je ziet hier dat er een soort van vormen in zit. Dat je dus, als je er meerdere van dit soort setjes hebt, dan kun je ze allemaal aan elkaar koppelen. Dan heb je één groot Halo Spartan slagveld. Is op zich best wel gaaf. En dit zat eraan te komen. En het is geen Funko Pop, maar het is wel Pharah uit Overwatch. En het is Titanium staat erop. Het is inderdaad een beetje een soort van sexy ander kleurtje dan zo normaal is. Gezien ze natuurlijk in de standaard skin blauw is. Maar dit is dan best wel schön en exclusief een titanium variant. Dan ben ik alleen wel benieuwd of er ook een plek is om dit neer te zetten. Of dat dit gewoon continu om gaat vallen. En ik moet het een klein beetje souplesse eruit halen. Ik denk dat dit... Blijft het gewoon zo staan? Net aan! Hoppatee! Super chique Pharah! Is wel vet. Ik denk dat ik deze moet stelen en weg moet geven aan mijn vriendin, want die is een Pharah main en ik heb helemaal niks met Pharah. Ik zuig ballen met haar, dus dat kan gebeuren. En dat komt dan van iemand die veel Overwatch speelt. Dan ben ik wel benieuwd wat dit is, want het meeste dingen die ik tot dusver uitgepakt heb zijn zo van, oh wauw, dat zie je meteen wat het is. In dit geval nog niet. Dus let's find out. Oh ja, en ik weet het al. Dit is namelijk van de aanstormende game South Park The Fractured But Whole. Dat zien we natuurlijk meteen. Gewoon een vlag van The Coon and Friends. The hero the town needs. The Coon. The Coon. Ik weet niet wie er een fan is van South Park, maar ik hou van The Coon. Ik heb alleen een beetje, nu begint het groot te worden, dus ik heb hier geen ruimte. Sorry Injustice, je wordt gewoon keihard vervangen met The Coon and Friends. Wanneer die game gaat verschijnen, we weten het niet, want Ubisoft blijft hem maar uitstellen. Kan gebeuren. En als altijd natuurlijk hebben we weer de pin van welk kratje je hebt. Krijg je altijd een leuke pin, dan weet je welk thema je hebt gehad. En dan zie je meteen welk thema dat is. En dat lijkt me vrij duidelijk. De Future Tech van maart 2017. Die kan bij ons mooi op kantoor erop gepind worden. Want volgens mij zitten we zijn bijna een jaar rond, denk ik, met Loot Crate en Loot Gaming. Ik ben benieuwd. Moeten we even terugzoeken. Kijk even naar alle andere afleveringen. Wel altijd leuk om die pins te ontvangen. En als altijd, naast de pin, is dit ook een standaard verplichting van de Loot Gaming kraten. En dat is dan, hoppatee, supermooie poster.
Met, als altijd aan de achterkant, wat je zoal allemaal ontvangen hebt. Met een leuk verhaal erbij. Waarom je het ontvangen hebt. Nou ja, omdat je ervoor... Anyway, ik ga die doos nog een keer omvouwen. En dan hebben we een mooie loot crate straks. Of een loot box uit Overwatch. Er is zoveel loot de laatste tijd. Gewoon, het is niet meer te volgen allemaal. Anyway, mocht je er zelf ook eentje willen. Een loot gaming krat of een loot crate krat. Dat kan allemaal. Dan ga je naar lootgaming.com of lootcrate.com/gamersnet. En wat ook werkt is gamersnet.nl/lootcrate. Kom je er allemaal op, kom je op een landingpage, krijg je zelfs korting als je de code GAMERSNET gebruikt. Dan krijg je $3 korting. En ik heb mensen gehoord van, werkt niet. Werkt wel, ik heb het zelf getest, werkt. $3 korting. Kun je gewoon doen. Vond je het een toffe crate? Heb je zoiets van, ja, is het waard? Ja of nee? Laat het ons weten. Wij zijn benieuwd. En wat vond je het vetste onderwerp? Laat het ons weten in de comments. Tot snel. Dit was de Loot Gaming Unboxing van maart 2017 Future Tech. Wow. Tot volgende maand en tot snel met de loot crate die we ook nog een keer unboxen.